verzoekje binnengekregen voor een video. En zoals jullie weten houd ik van verzoekjes. Het verzoek is een korte video die je bij wijze van spreken elke dag kunt doen. Waarin je je hele lichaam traint. En die dus lekker effectief is. Dat gaan we vandaag doen. De video duurt 10 minuten. Of in ieder geval het workout gedeelte duurt 10 minuten. We gaan telkens 45 seconden werken. En dan 15 seconden high knees. Dus eigenlijk gewoon 10 minuten achter elkaar werken. Maar het is dus een high intensity interval training. Ik raad je aan, kijk even in het artikel dat bij deze video hoort. Ik zal hieronder linken op YouTube. Daar staan namelijk de oefeningen uitgelegd. Kijk van tevoren even hoe je je houding moet hebben, want dat is wel heel erg belangrijk. Sommige van deze oefeningen zijn misschien ietsje te zwaar voor je, maar dat is ook de bedoeling dat je langzamerhand die progressie ziet als je deze oefening vaker doet. Wat heb je nodig? Je hebt een stoel nodig of iets anders waar je je aan kan vasthouden en op kan steunen. En je hebt een matje nodig of iets anders om zacht op te liggen. Ik raad je aan, doe even een warming-up. Dus jog even 3 minuutjes op de plaats. Dat is voldoende, dan kun je beginnen aan de workout. Dat voorkomt dat je je niet blesseert. We gaan aan de slag. Ik heb de interval timer zoals jullie gewend zijn. We gaan beginnen met de hand aan de stoel. En dan doen we een squat op 1 been. Maar kijk dus even naar de uitvoering zoals ik die uitleg op mijn blog. Goed, daar gaan we. Het is maar 10 minuutjes. Dus let's go, you can do this. Oké, daar gaan we. Hou vast. Op 1 been, zak een stukje door en terug omhoog. Zak door en omhoog. Zak door en omhoog. Ga niet te diep. En omhoog, houd je rug recht en span je buik. Kom op, duw op. Als het niet lukt, zet je 1 teen aan de grond om te helpen in de beweging. Maar probeer hem van de grond te houden. Houd je knie zo stabiel mogelijk in 1 lijn over je teen heen. Kom op, nog 15. Hierna high knees, 15 seconden. Kom op, zak door en duw op. Buik aan. Oké, high knees. Kom op, omhoog, omhoog, omhoog. Bij 15 seconden. Is dit te heftig? Doe je hakken binnen. Kies zelf. Oké, heel goed. Andere kant. Squat. Naar beneden en op. Naar beneden en op. Weer rug recht. Ik gebruik mijn hand als tegengewicht. Zorg ervoor dat je knie niet voorbij je teen komt. Heel goed hoor. Zak door en terug. Je zal telkens een klein beetje beter worden. Dus hou vol. Ook al heb je er niet zoveel. Maakt niet uit. 15. Heel goed. Hierna high knees. En dan kom je liggen door een buikspieroefening. De stoel kan dan even aan de kant. Oké, high knees. Komt-ie, kom op. Zo snel mogelijk op je tenen. Laatste paar. Oké, heel goed. Kom liggen. We doen een buikspieroefening. Kom omhoog en weer lang. En omhoog en lang. Ga rustig liggen. Lukt dat niet? Dan ga je maar een klein stukje en dan weer op. Kom op. En terug. Op. En terug. Op. Hierna weer razendsnel overeind voor de high knees. We zijn er bijna. Kom op. En terug. Op. En terug. Hou vol. Oké, overeind. High knees. Zo snel als je kunt. Kom op. Kom op. Misschien doe je dit wel 's ochtends. Tot begin van je dag. Of voordat je op bed gaat. Straks nog even chillen. Oké, we doen push-ups. Let op. Hij mag op je knieën. Maar kijk of je hem op je tenen kunt. En op. En op. Ook al kun je er maar een paar. Dat geeft niet. Als je het nodig hebt, zet je je knieën op de grond en ga je verder. Probeer op je tenen te blijven. Hou vol.
Laatste. Oké, overeind. Heinies, kom op. Bijna halverwege. Hierna kom je liggen voor de billen. Oké, kom liggen. Butt lift. Kleine stukjes op en terug. Op, op, op. Rug recht. Span je buik. Duw zoveel mogelijk omhoog. Heel goed. Alweer op de helft hoor. Gaat super goed. Straks ben je weer trots op jezelf. Oké, bijna high knees komen eraan. Haal vol, goed hoog. Span je billen. Oké, heel goed. Kom omhoog. En high knees. Kom op, kom op. Houd ze goed hoog. Hierna maken we een plank. En brengen we de knieën opzij. Oké, maak een plank. En knieën opzij. Langs je lichaam terug. Langs je lichaam terug. En terug. En terug. Kom op. Halve minuut. Hou vol. En terug. En terug. Als het niet lukt, blijf je gewoon staan in de plank. Of je komt op je knieën staan. Hou vol hoor. Zijn er bijna. 10. Oké. High knees. Kom op hoor. Hou vol. Hierna voor de kuiten. Calf raise. Dan gebruiken we weer een stoel. Of je houdt je vast. Oké, kom op de stoel. Hou vast. Ik kan er net niet bij. Op en terug. Let erop dat je voeten niet meer helemaal op de grond komen. Je hakken niet meer op de grond. Op en terug. Korte stukjes. Houd je dus ergens vast als je dat nodig hebt. Als je kunt, sneller. Kom op, 20. Hierna weer high knees. Dan nog maar 3 oefeningen. Kom op. Span je buik. Kom op, laatste paar. 3. High knees. Kom op. Super voor je conditie. En voor je hele lichaam. Vetverbranding breng je op gang. Heel mooi. Kom op. Hierna kom je liggen op je matje. Oké, kom liggen. Bicycle crunch. Knie elleboog. Wissel. 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 Hou vol. Hou vol. Supergoed. Schouderbladen blijven van de grond. Strek je been zo laag mogelijk uit. Als hij te zwaar is, benen hoger. Hou vol, hou vol. Zometeen weer overeind voor de high knees. Oké, komt ie overeind. High knees, high knees. Snel, kom op. Nog 2 oefeningen. Eentje voor de onderrug. En eentje voor de armen. Kom op, kom op. Oké, kom liggen op je buik. Voor de onderrug. Bovenlichaam van de grond en weer terug. Kijk voor naar je matje. Kom op, kom op. Heel goed. Korte stukjes hoog als je kunt. Heel kort, kom op. Op, op, op. Hou vol. Hierna weer, high knees.
Laatste paar. Kom op. Oké, kom omhoog. High knees. Zijn er bijna. Kom op, kom op. Hierna de dips. Handen op de stoel. Heel goed. Handen op de stoel. Dips. Naar beneden. Op. Op. Heel goed. Zak door. Houd je buik aangespannen. Je mag je armen helemaal strekken als je boven bent. Hierna alleen nog 15 seconden high knees. En dan zijn we er. Kom op, kom op. Laatste paar. Oké, high knees. Allerlaatste, kom op. 15 seconden. Hoog, hoog, hoog. Hou vol. Zo snel als je kunt. Oké, stop maar. Heel goed gedaan. Schud even uit. Kom even bij. Kijk even hoe het gaat morgen met de spierpijn. En anders kun je hem gewoon morgen weer doen. Of in ieder geval zo vaak als je wilt. Ik vond het top dat je hebt meegedaan. Geef een duimpje omhoog als je het lekker vond. Als jij ook verzoekjes hebt voor een workout, kun je dat hieronder kwijt. Hè? Ik vind het super leuk om in te gaan op jouw verzoekjes. Ik wens je een hele fijne dag verder. Top gedaan. Doei doei!